En dan gaan we nu naar de derde gast. Zij is opnieuw, net zoals onze eerste gast, een debutante, maar een debutante in de literatuur. Uw applaus en uw warmte voor Maaike Neuville. Dus ik stond op dat podium en ik was echt doodsbang
om te beginnen. En was dat dan een van de eerste keren dat jou dat op die manier overviel? Nee, maar toen was het wel heel aanwezig. Want het had ook te maken met dat ik ergens speelde op een plek waarvan er een mogelijkheid was dat iemand waar ik een lastige les in heb gehad ooit, daar zou zijn. Dus bon, daar had het ook deels mee te maken. En toen dacht ik, die 15 minuten voor aanvang, dacht ik, ja, dat is wel een hele dankbare setting natuurlijk. Een vrouw die in het donker op een podium staat, met angst om te spreken. En toen had ik beslist, ik heb dat dan later heel snel opgeschreven na het spelen, dat dat het uitgangspunt, of dat dat het kader van mijn boek zou worden. En dat werd dan eerst een monoloog, een theatermonoloog. En dan, langzaam heb ik er fictie in gemasseerd. Wat een rare zin. Dus dat is de ontstaansgeschiedenis van een boek. Het boek gaat over een jonge actrice die op het punt staat om de trein te nemen, om daar een theatermonoloog te gaan brengen. En ze gaat naar de stad waar ze zelf gestudeerd heeft en waar ze destijds, 20 jaar geleden, een relatie heeft gehad met haar theaterdocent toen zij zelf in het eerste jaar zat. En dat is eigenlijk, ze denkt daaraan en ze denkt aan de relatie die er toen was en die toch niet zo oké was, nu ze daarop terugdenkt. En ze hoopt misschien dat hij gaat komen kijken en ze vreest een beetje dat hij gaat komen kijken. Ja, hoe was die relatie tussen die twee, tussen Ada en die docent? Ja, zij, zo beschrijf ik het ook in het boek, je komt op zo'n toneelschool en zij is heel erg op zoek naar autoriteit. Maar ja, leer mij hoe het gaat in het leven, maar ook in spelen. En dus zij komt iemand tegen die een duidelijke stem heeft als het over theater gaat. En eigenlijk wil zij zijn autoriteit hebben. Zij wil ook zo kunnen spreken over theater en zo op een podium kunnen staan, maar de vergissing die zij maakt, zij verwart dat opkijken naar iemand en daar iets van willen leren, verwart zij met liefde. Dus voor haar op dat moment was er eigenlijk geen probleem. Zij was gewoon heel verliefd en ze dacht, ja, heel leuk, heel gezellig. Nee, gezellig misschien niet, maar heel spannend allemaal. Tot zij dan 20 jaar later daarop terugkijkt en denkt, wacht even, sorry, wat daar gebeurd is. Dat klopt misschien helemaal niet. Want de relatie heeft niet heel erg lang geduurd, een aantal maanden. En we zeggen een relatie, maar kan je inderdaad een evenwichtige relatie hebben met iemand waarbij de ene gezag of autoriteit heeft, laat staan macht, over de andere? Ja, ja, dat is de vraag die doorheen het boek steeds opnieuw door zichzelf ook gesteld wordt. Want het boek is één dag deel eigenlijk. Ze vertrekt in de namiddag rond de middag bij haar thuis, ze fietst naar een station, dan zit ze op de trein. De speler zelf is niet aanwezig in het boek. Wordt trouwens wel nog een monoloog die gespeeld zal worden op theater, dus dat is een tweeluik. En dan keert ze na het spelen terug naar huis. En eigenlijk in die hele route, de trigger is natuurlijk de stad waar ze gaat spelen, waar die man eventueel zou kunnen opduiken in het theater. En eigenlijk gebeurt er een heel bewustwordingsproces. Natuurlijk is dat echt op hele korte tijd, dus dat is mega heftig wat die vrouw mee moet maken op een paar uur tijd. Dat is natuurlijk een boek. Gelukkig heeft het heel nog wel even vertraging. Ja, het is net iets meer. Het is net iets meer tussen Brussel en Antwerpen. Sorry daarvoor, maar het is wel echt waar. Ja. Het is ook uit het leven gegrepen. Maar dus dat is eigenlijk. Eigenlijk kijkt ze achterom. Hè. Ze kijkt achterom. Er is een trigger, een psychologische trigger. Ze kijkt achterom en steeds vallen er wrangen. Ja, want het is niet alleen hè, de relatie die ze gehad heeft met die docent, maar ze,
ze denkt ook aan andere omstandigheden waarbij mannen haar grens hebben overschreden zonder dat ze expliciet nee heeft gezegd. En daar schaamt ze zich dan eigenlijk uiteindelijk over. Is dat iets, denk je, dat herkenbaar is? Heb je daar al eens over gehad met andere vrouwen? Van, oh ja, ik heb zo'n situaties ook meegehad en ik was wel een beetje beschaamd, want wat heb ik daar nu uitgestoken? Ik had maar nee moeten zeggen. Ja, ik moet denken aan wat Jaap daar straks zei. We waren met heel veel en we wisten het niet. Die reactie kwam, ja, die is heel herkenbaar in de reacties die ik krijg van mensen die het boek gelezen hebben en dan in deze situatie vooral vrouwen, die mij zeggen, ik heb precies woorden gekregen voor een heel vaag gevoel, want waar ik over wilde schrijven zijn geen Weinstein-achtige figuren of zo, hè? Nee, het is altijd een beetje vaag. Van wie heeft daar nu eigenlijk de verantwoordelijkheid? En daarom komt er natuurlijk veel schaamte, want als je als vrouw ook maar ja, een seconde bijna hebt gedacht, dit vlijt mij wel of zo, terwijl dat een scheve verhouding is in macht, komt er schaamte bij kijken, want dan denk je, ja, maar waar heb ik het zelf gedoeld? Heb ik het zelf op mij afgeroepen? Maar we ademen dan door heel het boek, want zo heet ze. Beseft is, je kan terugkijken, je kan terug naar het verleden kijken en je kan eigenlijk na 20 jaar zelfs nog een grens trekken. Je kan eigenlijk dan nog zeggen, had niet moeten gebeuren of, ja, er is wel een duidelijke, ze benoemt het ook als, er is een duidelijke verantwoordelijkheid. Iemand had daar een grens moeten trekken. Want de situaties gingen bijvoorbeeld, om het concreet te maken, over het gezin, de vader van het kind waarop ze gaat babysitten, of ook een arts die haar onderzoekt. Ja, dat zijn ook weer altijd verhoudingen of tussen de man en het meisje, die natuurlijk niet zomaar twee gelijkwaardige personen zijn. Nee. Wat ik een heel ontroerend stuk vond in het boek, en daar heb ik het net over gehad, dat is als Ada, als bijna 40-jarige vrouw, terugkijkt naar zichzelf en eigenlijk haar jongere ik van toen eigenlijk troost of eigenlijk zegt van... Begrenst zelfs. Ja. Ja. Geeft haar in retrospect, geeft ze haar grenzen. Ja. En is dat ook het moment waarop ze eigenlijk verder kan? Waarop dat glasscherfje in haar voet er misschien een beetje uitgetrokken is? Ik moest er ook aan denken als ik zo jong met glasscherfjes sprak. Ik vermoed van wel, want daarna begint ze ook te schrijven. Dus het is niet voor niks dat mijn personage een actrice is. Dat is niet alleen maar omdat... Ja, natuurlijk, ik ken die wereld, maar een speler is ook iemand die vaak inderdaad de woorden van een ander uitspreekt, die tekst krijgt en die dan wel eigen moet maken. Maar het zijn wel... Ja, je bent wel een soort doorgeefluik voor iemand anders woorden. En zij maakt die route en uiteindelijk beslist zij om die ervaringen die zij heeft gehad, die naar boven zijn gekomen op die hele trip van huis terug naar huis, om die op te schrijven. Dus er is wel iets, iets vrijgekomen en ze geeft zichzelf die ruimte om haar woorden op te schrijven en te delen. Ja. Ja, je zegt dat het gaat de hele tijd ook over grijswaarden, waar ligt de grens, wie begrenst. Er zijn ook heel mooie mannelijke personages in het boek. Hè. Die bestaan. Er zijn ook mannen die deugen, ook in het boek, uiteraard. Vond je dat heel belangrijk om dat er ook in te zetten? Ik heb daar zelfs zo niet over nagedacht. Dan neem ik aan het over de taxichauffeur. Onder andere, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, die kwam op een goed moment. Ik dacht, ze moet thuis geraken en ik wilde dat ze niet terug de trein nam, want dat vond ik dan een beetje te veel herhaling. En dan leert ze dus een taxichauffeur kennen, die haar ook wel weer, door de manier waarop hij kijkt, doet denken aan een andere man die ze in het verleden heeft ontmoet, die dan weer toch een grens heeft overschreden. Maar die man zelf, dus die taxichauffeur, niet. En die bewaakt die grens heel
op een heel respectvolle manier. En het doet daar zelfs denken, ik weet niet meer precies hoe ik het benoemd heb, maar stelt zich de vraag van zouden mannen zich ook... moet ik het misschien uit het boek halen, want ik vind het eigenlijk best een mooie zin. Mag het? Oh, maar nee, maar ik ga dat zo snel niet vinden, hè. Wat doe ik nu? De taxichauffeur zit vrij op het einde in het boek. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een pagina aan de dingen. En ik heb het... Oké, we gaan het vinden. Natuurlijk, we gaan het vinden. Nu hoop ik dat het een mooie zin is, want dat is geen mooie zin. Natuurlijk is het een mooie zin, Maaike. En weg. Dus de taxichauffeur heeft haar veilig afgezet. Hier is hem, de zin van de taxichauffeur. Het zijn twee zinnen. Dat mag, we hebben nog tijd. Zouden mannen ook een koord balanceren om te tonen dat ze het goed nemen? Nu komt de tweede zin. Steeds wankelend om precies op het midden van de beleefdheid te blijven. Zich excuserend voor de eeuwenlange nachtelijke overmacht van hun geslacht. Ja, dat is beter gezegd hoe dan ik het ooit hier zou kunnen zeggen. Is dat herkenbaar voor mannen in de zaal? Oei, dat was tegen. Wordt het toch een psychologisch gesprek? Een groepsgesprek. Overmacht. Nee, maar ik wilde daarmee gewoon maar aantonen van ja, het is een boek, het gaat over grensoverschrijdend gedrag en het gaat over al die grijze zones en dat is van bij zowel mannen als vrouwen, dus dat vind ik heel knap. Ik had jou ook graag een fragment willen laten voorlezen. Je hebt het eigenlijk al wel in het begin het erover gehad, maar dat maakt niet uit, er zit een bladwijzer in, er zit ook weer een aanduiding. Het gaat over het moment waarop Ada daar klaar staat om op het podium te gaan en ze heeft nog een aantal minuten voor ze opgaat en dan kijkt ze zo vanuit de coulissen naar de mensen in de zaal. De donkere plank kraakt, zelfs onder mijn blote voeten. De vrouw op de derde rij met de rood-oranje jas die ze nog niet heeft uitgedaan, zij heeft het ook gehoord, de plank. Ze kijkt op. Haar zwarte krullen tingelen nog na, lang nadat haar hoofd zich heeft opgericht. Is ze alleen? Wacht ze op iemand? Hier en daar grijze plukken tussen het zwarte kroes. Ik vind het mooi. Ik heb geleerd om niet kijkend te zien. Hier waar het nog donker is, in de ruimte tussen nu en 8 uur, waarin de rood fluwelen stoeltjes klappen, tassen worden neergezet, een zeldzame hoed wordt afgelegd, jassen worden opgevouwen, waarin ex-geliefdes elkaar rijkhalsend willen vinden en niet willen vinden, de ene op het eerste balkon, de andere zoals altijd te laat, waarin kauwgom in de rekening van het etentje belandt in de zak van de zwarte broek die morgen wordt gewassen, waardoor de hele broekzak onder de witte papierschilfers komt te zitten. In het vage uur waarin de vrouw met de zwart-grijze krullen en de rood-oranje jas de plank onder mijn tenen hoort kraken. Onze ogen vinden elkaar heel even. Betrapt. Ik weet niet wie ik hoor te zijn in dit grensgebied. Er zijn geen spelregels hier. Wachtend tot de spot, het startschot van het eeuwenoude verbond tussen toeschouwer en speler, ben ik Ada nog Iphigenia. Vanuit het donker kan je alle kanten op. Terug. Ik weet niet waarom, maar ik moet terug. Om zonder boeien op het podium te staan, moet ik terug. Naar toen ik hem, toen hij mij. Maar moet dat nu? Ja, ik heb nog tijd. Ik heb nog 13 minuten in het donker. Nog 13 minuten voor er naar mij geluisterd wordt. Als 1 seconde genoeg kan zijn voor een leven, om voor je geestesoog te passeren, die 1 seconde tussen leven en een onvoorziene dood, bijvoorbeeld oog in oog met de spookrijder, ik zeg maar iets, als 1 seconde genoeg is, dan zijn 13 minuten dat ook. Heb jij vooraf stiekem zitten kijken naar de mensen die hier... Nee, omdat ik niet moet spelen, dus dat is toch iets anders. Nee, ik heb heel geluisterd naar mijn zit er iemand met een kauwgom in zijn zak ingewikkeld in een restaurantrekening van... Ik had deze morgen... dat is echt niet belangrijk. Maar ik had een snoepje in mijn zak en dat was in het wasmachine gegaan. Maar dat is echt een hele onbelangrijke gedachte, toch? Maar je observeert wel. Doe je dat inderdaad de hele tijd zo dingen observeren? We hebben elkaar daar straks al ontmoet en toen zei je, daar straks in het station heb ik gezien dat er hier stoelen loshangen en je hebt wel oog voor details. Ja, en dat is eigenlijk...
Ja, ik doe dat heel graag. En ik ben ook heel blij nu dat ik een boek heb geschreven waarin ik dat kan verwerken. Want anders, ja, ik vind het niet echt een uitlaatklep. En ik verbind dat ook heel erg graag aan gedachten. Dat is eigenlijk wat doorheen zij vaak gebeurt en waar ik echt heel veel plezier in gehad heb tijdens het schrijven. Dus ja, je hebt een kernlaag van dat nadenken over die machtsverhoudingen. Maar dan zijn er ook de observaties die het hoofdpersonage en ik als schrijver ook verbindt aan zaken die zij ooit heeft gedacht of herinneringen. Ik ben uiteraard niet de eerste schrijver die dat doet, maar dat is wel, dat gebeurt wel doorheen heel het boek en dat is iets wat waarin ik echt het gevoel heb, ik heb eindelijk een kanaal gevonden waarin ik die observaties kwijt kan en ook observaties mag verzinnen, want dat is nog meer plezier. Ja, je zegt verzinnen. Iedereen kent jou als actrice. Jouw hoofdpersonage is actrice. Zij heeft gestudeerd aan de toneelschool, Ada ook en zo verder. Er zijn misschien wel paralleltrekken tussen Ada en jijzelf. Ben je niet bang dat door dat in die setting te zetten, dat mensen het hoofdpersonage gaan verwarren met jou? Ik was ook voorhand heel erg bang voor. Ik denk, de kern in het boek wat ik zo net benoemde, die is heel erg gelijkaardig aan hoe ik ook als speler, als mens in het leven sta of stond. Namelijk die vraag van, waar ligt mijn autoriteit? Hoe komt het dat ik zoveel zelftwijfel heb en dus blijkbaar niet mijn eigen woorden durfde te delen? En dus toen in het schrijven, ja, je grijpt natuurlijk terug naar dingen ofwel die je gezien hebt, die je meegemaakt hebt, dat is uiteraard gebeurd. Dus die angst die was er op voorhand heel erg, maar toen de eerste recensie kwam en ook de eerste reacties binnenkwamen, werd het eigenlijk duidelijk dat het echt als roman werd beschouwd. En dat er hier en daar de vraag kwam van ja, in hoeverre is dat nu gelijkaardig, maar het is duidelijk dat het niet de kernvraag is geworden nadat het boek is uitgekomen. Daar ben ik heel erg blij om. Ja. Dan denk ik dat ik misschien toch iets juist heb gedaan, zonder te schrijven. Ja, ja, je zegt dat bijna nog altijd aarzelend, alsof die twijfel daar misschien nog een beetje is. Ja, maar het zou ook heel raar zijn als ik nu zou zeggen, dan heb ik echt iets heel juist gedaan met schrijven. Toch? Ik vind dat je jezelf wel een beetje die vraag mag stellen. Dat is waar. Het is misschien ook een verschil tussen jezelf in vraag stellen en een echte existentiële twijfel. Maar ja, die twijfel die komt er inderdaad in het boek ook uit. Hè. In het fragment dat je net hebt gelezen, ze staat daar, maar ze wil terug, misschien letterlijk weg of terug in haar hoofd. Als buitenstaander of als kijker van toneelstukken, films, zou ik denken, een acteur, een speler, die heeft er toch net inzicht om te zeggen, kijk naar mij, ik neem hier plaats in, ik heb iets te vertellen, ik ben een speler. Hoe kan het dan dat acteurs dat toch hebben? Of is het spelen dan net een manier om die zelftwijfel te overstijgen? Ja, ik denk dat bij elke speler anders is. Ik denk, wat ik daar straks zei, ik zie soms spelers rond mij waar ik echt jaloers op kan zijn, maar ik denk, ja, dat is gewoon, dat is heel duidelijk. Dit is wat je moet doen, je staat graag in de aandacht. En ik vind dat ook altijd heel raar bij mezelf. Ik denk, ik heb er toch voor gekozen. Waarom is er dan toch steeds die angst om of voor de camera of op het podium te gaan staan? Maar het is ook een drijfveer. Want het helpt. Het helpt ook. Want die angst of die twijfel is eigenlijk ook gewoon energie. Dat is ook iets dat je kan zijn. En dat je juist net meer die keuze doet maken van toch. En dat is eigenlijk wat doorheen het boek ook schemert. Van, ben bang, maar doe toch. En dat vind ik eigenlijk misschien, als ik ook naar de spelers kijk, als ik dat voel, die spanning, vind ik dat misschien zelfs interessanter om naar te kijken dan iemand die zegt van, kijk, hier ben ik helemaal en ik heb daar geen... Ik denk ook niet dat iemand eigenlijk... Ik ken er eigenlijk zo geen, moet ik eerlijk toegeven. Ja, misschien één. Zonder zelftwijfel bedoel je. Ja, een speler. We gaan niet doorbraken, het is nog absoluut geen... Ik ben zijn naam ook vergeten. Ah, dat komt eventjes goed. Ja,
Wat ik ook een heel mooie passage vond, die daar een beetje bij aanleunt, bij die zelftwijfel en dat dan toch durven springen, is achteraf. Hè, Ada heeft haar stuk gespeeld en ze komt dan in de foyer die reis, dan zeg ik de Borna, maar dat is omdat ik dat zo ook geïnterpreteerd van een toneelhuis ergens, een foyer, en mensen komen haar feliciteren en dan toch denkt ze eerder aan, ja, die heeft mij niks komen zeggen, zou het dan toch, was het dan toch misschien niet, hè, de 2 sterren recensies, ja, die achtervolgen haar meer dan de 4 en de 5 sterren. Is dat iets wat je zelf ook herkent? Ja, dat is grappig. Sorry, ik heb een 2 sterren recensie gekregen over zij. En, het is 2 op 5 of 2 op 3, want ja, je hebt verschillende sterren. Ja, Het maakt niet uit. Nee, maar toch, dat is iets wat dat dan... Maar dat is denk ik, ik denk dat ik hetzelfde antwoord kan geven als ik zo net zei over die twijfel. Het verlangen om graag gezien te worden en om in de ogen van anderen goed te zijn, dat is er altijd. Maar dat maakt niet, je kunt u daardoor, hè, dat kan u overnemen. Of je kunt zeggen, ah ja, dat verlangen is er. En nu ga ik door en nu ga ik toch blijven vertellen wat ik te vertellen heb. En dat zal ik ook doen in mijn schrijven nu ook. Dus ja, dat is er sowieso, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind dat ook wel, ja, het is mens zijn. Je vertelt over dat schrijven met heel veel enthousiasme en met heel veel passie. Dus het is echt iets wat je met plezier hebt gedaan en wat je gaat blijven doen dan? Ja, zeker. Ik heb veel kanalen waar ik uit kan kiezen, dat is leuk. Nu komt er dus het stuk Iphigenia, dat ik niet zelf zal spelen, maar dat iemand anders zal spelen. En dan is er een film die ik kan maken en dan zijn er ideeën aan het broeien en waarvan ik eigenlijk dus steeds niet weet, ja, wat wordt het? Wordt het een boek of wordt het een stuk of wordt het een film? En dat vind ik ook angstaanjagend, maar ook heel spannend en leuk. Ja, absoluut, en wij hebben er een schrijver bij, hoe fijn is dat? Laatste vraagje, de titel ook alweer, hè. Zij, punt. Er staat een gouden punt achter zij. Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Ik had altijd in mijn hoofd dat er een gouden bol op die kaft zou staan, op de omslag zou staan. Maar wij probeerden dat dan bij de uitgeverij en de uitgever zei, ja, het lijkt toch te veel op een dichtbundel. En dat klonk zo pejoratief, terwijl ik dat eigenlijk best leuk vond. Maar ja, dat is dan verkoopsmatig en zo, dat gaat dan allemaal niet. En eerst heeft het boek ook Spot, dat is ook veranderd, op een bepaald moment werd het Zij. En dan wist ik, toen ik de titel koos, wist ik, ja, daar moet een punt achter staan, want dat staat voor de ruimte in. Je kunt daar niet omheen, Zij, punt. Nee, dat is niet Zij, comma, dat is niet Zij, we kunnen het nog uitwissen. Nee, dat is Zij, punt. Niks aan te doen, Zij is er. En dan kwam het dus samen met die gouden bol die ik maar niet wilde loslaten. En ik was in de sauna en ik dacht, maar wat als op de affiche, op het omslag geen beeld staat, maar echt gewoon enkel het woord Zij, en dat je dat heel groot maakt, waardoor dat punt ook een beetje lijkt op een gouden bol. Alles kwam samen en nu is er dus een gouden bol die het licht reflecteert, wat ik eigenlijk ook een heel mooie symbolische ding vind. Dankjewel, Maite. Ik zou zeggen, geef Zij, punt. Heel warm applaus. Ja.